Er is een constructief gesprek geweest tussen de president en de vicepresident over de kwestie Linscheer voordat de president vertrok. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers aan dat hij er geen dag aan heeft verbonden en hij beantwoordde ook nog andere vragen van journalisten. Ik zeg dat ik dinsdag heb een dag. Oh ja, dat zeg jij. Ik heb al gezegd, binnen een week moet er maatregelen getroffen worden. En ik heb goed met de president gesproken, dus ik ga vandaag niet daarover praten. Ik heb een heel constructief meeting gehad met de president voordat hij weggaat. Dus zaken gaan we rustig doorbespreken en dan hoort de samenleving wel. Voor mij, ik heb niks meer gemerkt. Nee. Dus in ieder geval, ik ga niet meer, ik heb al hier gezegd. En jullie willen dat ik weer in herhaling moet treden, dit en dat. Ik praat niet meer daarover. Ik heb al met de president gesproken, de persoon waarmee ik moet praten, heb ik al gesproken. En dat zaak me wordt gerust. Dus de rust is weer verkeerd? Ja, dus in ieder geval mag ik u zeggen dat na het gesprek, ik heb de president duidelijk gezegd van dat zijn mijn gedachten, we hebben gesproken. En ik ben vanaf na dat gesprek ben ik rustig, ben ik tevreden met het gesprek. En dan wacht ik tot dat hij terugkomt zo, vrijdag. Ja, ik heb met de woordvoerder gesproken en hij had aangegeven dat vanuit de aanbod duidelijk bekend was gemaakt aan de president dat het aanvoerder vraagstuk aangepakt moet worden. Want de mensen kunnen het niet meer accepteren. Is dat die ook gesproken met de president voordat hij is vertrokken? Nou, in ieder geval dat weer aangehaald, maar in ieder geval woensdag voordat de president was weg zou gaan, hebben we duidelijk in de regeringsvergadering naar voren gebracht dat er een verlichting moet komen. Wat de armoedevraagstuk betreft heeft de regering een aantal maatregelen getroffen en december dit maand willen we een verandering hebben. Dus de president en de totale regering heeft wel gezien dat er een sociaal programma moet komen. Ja, en hij heeft ook bekend gemaakt dat er maatregelen komen met betrekking tot de koers. Bent u ook daar niet content? Hoe staat u dan daarvoor dacht ik? Ja, dus in ieder geval er zijn een aantal exercities gepleegd. We hebben een aantal scenario's gezet hoe de koers naar beneden kunnen gaan. En we hebben deskundigen, de banken erbij gehaald, iedereen was erbij, de governor was erbij. Maar in ieder geval kan een aantal maatregelen getroffen worden om de koers dan niet in één keer, maar langzaam gaan we die koers naar beneden krijgen. Dus als al die maatregelen werken wat in de matrix zit, dan denk ik dat na een paar maanden dat we gaan zien dat we een dalende trend gaan krijgen. Meneer de president, is deze regering nog in staat om voor ontwikkeling te zorgen? Nou, natuurlijk. Elke regering streeft er naartoe om ontwikkeling voor je land te brengen. Niemand kan daar zitten en geen ontwikkeling willen brengen. Iets wat er gebeurd is dat de tijd van overname, coronaperiode, de hele wereld was in een wurggreep. En een klein land als Suriname, om een land over te nemen die, kan je zeggen van wat betreft financiën, dat je op nul zat, dan weet je wel dat je eerst gaat moeten opbouwen, voordat je kan zeggen van je gaat ontwikkeling brengen. Je gaat ontwikkeling brengen pas wanneer je stabiel bent. Waarom moet de vraag stellen? Omdat men aangeeft dat jullie te veel bezig zijn met enge belangen, met persoonlijke belangen. Vandaar de vraag. Dus dat ik deel de mening niet. Dat enge belangen. Natuurlijk, elke samenwerking. Zelf in elke huis bijna. Het is zeg maar een aantal gevallen waar er team issues zijn in een samenwerking, in een relatie, en noem maar op. Dus mensen moeten niet gaan zeggen dat we bezig zijn met enge belangen.
problemen op te lossen daarvan. Nee, het is niet waar. Wanneer er problemen zijn, dan zijn we wel bereid om samen aan tafel te gaan om te praten. Maar het gaat niet over enge belangen en al die dingen. Staat voor u bekend vanaf dat ze de spuitplek gaan opgooien? Waarvoor? Om de vertollige water uit het meer te laten uitlozen. Maar de mensen van Rokkokoro Friese weer praten met de dorpen Rokkokoro Friese weer dat ze weer gecomforteerd gaan raken met water. Ik kom net van het binnenland. Ik heb over die dam gevlogen. Geen enkele overtollig water gezien daar. Dus in feite hoeft het niet, want er is een bekend maken. Ik weet het niet wat ze bekend hebben gemaakt, maar als ik kijk naar de stand, als ik daar voorbij vlieg, dan kan je zelf zien. Of inderdaad het water heel hoog is, dan heb je geen keus. Maar als het niet zo is, dan moeten we niet die kleppen gaan opengooien. Om extra, want ik weet het, wanneer ze extra stroom nodig hebben, dan willen ze meer water door die leugen hebben. Ja. Maar in ieder geval, ik weet het niet. Er zijn deskundige mensen daar, denk ik, die daar werken. En die moeten dan kijken en checken wanneer er overtollig water is. Tot waar je moet gaan schuien, dat je die één of twee kleppen gaat opengooien. Dus ik weet het niet. Ik zal dan straks ook vragen. Hoe kijk je naar die uitgifte van die zandbank? Welke bank? Tijgerbank. Er zijn stukken op social media waar men aangeeft dat er iemand een zandbank heeft aangevraagd of ook wil zijn. Zand? Zandbank. Tijgerbank bij Galibi? Ja. Ik denk het niet. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat kun je de mensen verzekeren? Natuurlijk, Kabo. Hoe kan je dan Tijgerbank in consensus geven of... Want daar is het geen goud, dus je kan niet zeggen van om goud te winnen. Ja. Zullen er nog bezuinigingen volgen met betrekking tot de economie? Want er wordt gesproken dat de samenleving in Harare komt zo strak. Maar zal er vanuit de regering bezuinigingen volgen? Nou kijk, we hebben al genoeg bezuinigd hoor, denk ik. 2,5 jaar bezuinigd, strak. Als je te veel gaat strak, dan heb je buikpijn of zo. Dus om te bezuinigen moeten we nu rustig aan. We hebben heel veel bezuinigd. En als ik goed heb begrepen dat zelf de centrale bank de reserve weer heeft opgebouwd naar 1,5 miljard. En als dat het is, dan moeten we ook gebruik daarvan maken toch. Dus als... Ja, wat vindt u van het nieuws van de... Staatsolie over wat oil en gas betreft pas 2027? Nou, in ieder geval, wat ik had begrepen, was het 2024, 2025. Als het nu naar 2027 gaat, dan. En dat komt naar buiten, dan creëer je weer een sfeer in de samenleving. Want pas 20, want iedereen heeft zich al enkele. Gewoon vestigd dat je 2025, maar voor de lichtheid komt. Maar ze nu gaat naar 2027, ik weet niet wat de reden is, ik weet het niet, ik heb niet met ze gesproken. Ik heb het ook in de media gelezen. Maar dat is wel een beetje zorgwekkend en teleurstellend. Want iedereen dacht van, 2024, 2025, we beginnen vlij. En als het nog 2 jaar lang gaat duren. Maar goed. Klopt het dat je bezig bent met een goede woningbouwproject in het binnenland, wat je machine daar, waar mensen machine drie waar je woningbouw waar? Ik was niet bezig, zie je? Jullie proberen mensen af te leiden met die dingen van jullie. Nee, ik wil wel zeggen, want ik was daar precies hoe ik naar IM Gold ga kijken, hoe ze werken. Ik ga naar Grasalco, dan nooit zeg mensen wat. Omdat ik naar Bravo kan ben waar mijn zoon bezig is en een aantal machines daar werken. Wil men direct linken dat de VP is daar. Ja, en de vraagstelling van jou is ook misleidend. Nee. Ja. Nee. Dus bij mij gaat het om als je me vraagt en je weer probeert te zeggen van woningbouw. Sinds wanneer ga ik mijn woningbouw in Bravo kamp? Daar zoek ik mijn goud. Dus dat heeft mij gezegd aan woningbouw? De huizen gaat bouwen. Waar? Dus ik dacht... Dan moet je die keer goed horen, dan ook. Waar gaan we die woningbouw? Oké,
Je hebt het toch zelf gezien? Ja. In ieder geval, ik was gaan kijken tijdens mijn verlofperiode. Dat ik dacht, laat me maar rustig ook kijken waar mijn zoon werkt. Precies hoe ik ga kijken waar Grassal, hoe Grassal wat doet, waar andere bedrijven het doen. Bij Italië ga ik ook kijken. Dus ik was gaan kijken. Dus het ging enkele kwestie van woningbouw of dat. Hij heeft me gezegd, hij wil 60 kilo goud voor eind van het jaar eruit halen.